Een grote fout van een uitvaartondernemer in Voerendaal heeft dubbel verdriet veroorzaakt bij de nabestaanden van twee overleden mannen. De uitvaartondernemer begroef afgelopen zaterdag het verkeerde lichaam tijdens een uitvaart. Die fout werd gisteren ontdekt net voor de begrafenis van de tweede man. Die werd vervolgens hals over kop afgelast terwijl de kerk al vol zat. Beide families zijn daarna meteen geïnformeerd over de pijnlijke blunder. We gaan een verslag even Frank Monen invoeren. Voerendaal. Ja, Frank, hoe kon dit gebeuren? Ja, dat is de vraag die iedereen zich natuurlijk zal stellen: van hoe kan dit gebeuren? Hier achter me in deze kerk in Voerendaal was dus inderdaad die begrafenis afgelopen zaterdag. Nou, die is in alle rust verlopen. Er is afscheid genomen van een man van 82 jaar hier uit Voerendaal. Er is een koffietafel geweest, kocht om alles goed verlopen. Gisteren zou dus een begrafenis zijn van een andere man van 64, ook uit Voerendaal. Alleen die werd dus gecanceld vlak voor tijd. En toen kwam men erachter, toen is men gaan kijken van ja, waar is het fout gegaan? Want ja, er was de verkeerde kist aanwezig bij de begrafenis. En toen bleek dus de, uh, ja, de overleden personen van die twee begrafenissen van afgelopen zaterdag en van gisteren met elkaar te zijn verwisseld. Een bizarre fout dus door de uitvaartvereniging, ja met grote gevolgen voor de families. Ja, jij hebt ze gesproken, hè? de nabestaanden, wat zeggen ze? Ja, die zijn verbijsterd, ontdaan, eh, boos. Ja, je kunt je dat wel voorstellen. Die hebben verdriet en er wordt zo'n fout gemaakt. Ja, eigenlijk dubbel verdriet. Kijk, voor de ene familie die gisteren die begrafenis eh, zou eh, meemaken, ja, dat wordt opnieuw geregeld. Ja, die hadden zich wel voorbereid, maar oké, okay, dat gaat opnieuw gebeuren. Maar die mensen van afgelopen eh, zaterdag, ja, die hebben dat allemaal meegemaakt. Die emotie is eigenlijk, ja, die is gedaan. Eh, er is afscheid genomen. Alleen nu blijkt van de verkeerde persoon. Ja, en dat is natuurlijk een, een, een bizarre samenloop van omstandigheden. Ik sprak net met de zoon van de overleden man. En de vraag is of hij niet de afgelopen zaterdag al door had waar het misging. De vrienden zag Dit is de kist niet. Dit is een andere kist. En vier al mijn eigenlingen gaan wetten hier. Ja. Dus ik zei tegen Van ja, ik zeg, dit is misschien van de keulingen gekomen. Ik zeg, misschien dat uh, het een Belgische kist is. Ik zeg, ja. En, uh... Dus ja, ik ga zoveel eh, vol van emoties. Maar u had het in de gaten? Ik had het in de gaten, ja. Dat er iets niet klopte. De dag daarna bleef het bij u ook een beetje malen in de kop. Ja, zeker. ik heb er de hele dag aan gedacht. Ik denk, wie kom ik er nu achter? Ik denk, of het wel een pap is. wat hij in het graf lijkt. Ja, en morgen komt de bevestiging, toen komt de oudvaartvereniging die belde. Wat wordt uw reactie? Ja, uh, ze belden of ze even langskomen, komen. ze houden een uh, zeer onprettige mededeling voor ons. Ja, en uh, toen heb ik opgehangen. Toen ben ik, uh, ik euro, ze hebben gebeld. Ik zeg ik garandeer ze Ik hebben de verkeerde begraven. Zeker 100%. Is het nog op te lossen? Want ja, het leed is geschiet. Ja, ja, ze hebben degene die overgingen de klonen, dan hebben ze ontslagen op staande voet. Dus ik dacht dat zo in 2023 gaat niet meer mogelijk worden, Maar het bleek dus verwaal. En nu, eh, dadelijk om 9 of 6, dan zouden we die van de uitvaartvereniging komen. En kijken eh, wat voor daar aan kunnen doen en wie we het gaan oplossen. Want hier is het laatste goed naar in ieder geval natuurlijk. Frank, de uitvaartondernemer, dan, daar werd die fout gemaakt. Wat zegt hij? Ja, die biedt natuurlijk excuses aan. Die zegt inderdaad, wij hebben de fout gemaakt. De betrokken werknemer is, zoals Ronald zei, ontslagen. Ja, alle procedures en regels zullen opnieuw worden bekeken om herhaling te voorkomen. Maar ja, uh, hij zegt het leed is geschiet. Ja, en men wil natuurlijk herhaling voorkomen om te zorgen dat, ja, dat toekomstige fouten uitblijven. Ja, vanavond is er dus weer contact tussen de uitvaartondernemer en de nabestaanden. Hoe gaat het verder? Ja, voor de familie die gisteren die begrafenis zou meemaken, ja, die wordt opnieuw gepland. Ja, kijk, Voor de mensen die dat zaterdag hebben meegemaakt, ja, je gaat niet zo'n begrafenis helemaal opnieuw doen. met alle toeters en bellen erop en eraan. Ze gaan hier op de begraafplaats in besloten kring afscheid nemen van hun, uh, ja, van hun geliefde. En dan hopen ze dat dan de juiste persoon hier ja, in, uh, in de aarde gaat. En dat op deze manier toch nog een beetje recht wordt gedaan aan hun verdriet. Frank Monen vanuit Voerendaal, dankjewel.